De examenuitslag. Zullen we daar maar gewoon mee beginnen? Want dat is toch wel wat ons vandaag allemaal bezighoudt. Sharon Stellaert in het kader van school en opvoeding. Ja. Zullen we dat doen, die examens? Zeker, lijkt me een goed idee. Ja. Gaat het? Ja, het gaat goed. Ja. Ik zeg te wachten dat hij niet naar beneden stort. Dat gebeurt niet. Het gaat over mijn microfoon, maar het gaat goed. Ja, de examenuitslag. 200.000 leerlingen in Nederland krijgen vandaag de uitslag. Ja. Ergens vandaag. En hun ouders, of zo, dat kan natuurlijk ook. We hadden het er net over. Wie zouden er zenuwachtiger zijn? De jongeren of de ouders? Nou, het is net alsof je naar de tandarts moet voor een viervoudige wortelkanaalbehandeling waarvan je nog niet weet wat het gaat doen. Okay. Zo ernstig, hè? Ja, zo voelt dat een beetje. Dat onbestemde gevoel van, het kan twee kanten op gaan, weet je. Maar het is wel heel erg bepalend voor je kind. Ja, dat aan de ene kant vinden we dat natuurlijk heel erg bepalend. Aan de andere kant valt het ook wel mee. Want ik bedoel, tegenwoordig worden we bijna 100. Hè? Dus we hebben zoveel tijd. Maar we relativeren natuurlijk, hè? Want er kan altijd iemand zijn die vandaag slecht nieuws krijgt. Maar ik bedoel, laten we wel wezen. Het merendeel krijgt natuurlijk wel goed nieuws. Hè? Ja, gelukkig, en we hebben zoveel trouwens tijd om naar school te gaan in ons leven. Tuurlijk is het slecht nieuws, maar er zijn veel ergere dingen in het leven. Ik bedoel, zeg ik hier heel vrolijk. Terwijl ik geen kind heb wat vanmiddag wel of niet gebeld kan worden. Maar, Maar die kinderen, voor hen is dit op dit moment het belangrijkste in hun leven. Ja, tuurlijk. Ja. En mijn dochter zegt ook van, als ik zak, dan blijf ik achter. Ik bedoel, er gebeurt ook psychisch in hun brein natuurlijk. Waardoor ze moeten zeggen van, mijn vriendinnen gaan waarschijnlijk door. En ze zien dat als het belangrijkste. Niet zozeer van, het is belangrijk voor mijn loopbaan, in mijn schoolloopbaan. Dat ik jonger al op de arbeidsmarkt kan komen, eerder geld kan verdienen. Daar denken ze helemaal niet aan, joh. Ze denken meer van, hoe gaat dat zo meteen sociaal gezien? Ja, en dat is natuurlijk ook wel logisch, hè. Dat zijn ook de dingen die in groep 8 spelen, hè. Als je een vervolgschool kiest, dan gaat het vaak ook over, waar gaan mijn vrienden en vriendinnetjes naartoe? En ik wil inderdaad niet naar een plek waar ik dan alleen ben. Maar ik denk van, als het mijn zoon of dochter zou zijn die vandaag slecht nieuws zou krijgen, want er zijn natuurlijk wel kinderen die vandaag slecht nieuws krijgen. Kijk, als je goed nieuws krijgt, mooi die tas. Feest en vlag, taart en feestje lekker misschien uit vanavond. Maar als je minder goed nieuws krijgt, dan zitten er natuurlijk toch wel wat. Wat moet je dan doen? Nou, ik denk eerst gewoon. Moet je dan ook meegaan rouwen en triest zijn? Ik denk het wel. Gewoon, want ik bedoel, als jij gelijk. Haken jou het schelen volgend jaar nog een keertje over, Jokke. Dat kan ook naar sommige ouders. Ik denk dat je niet echt zo voelt als ouder. Want zelf heb je natuurlijk ook je rouw en je verdriet en je terugblikken op. Teleurstellingen. En misschien ook wel twijfel van, hebben wij het wel goed gedaan als ouders, et cetera, et cetera. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, er zijn lessen te leren. Hè, van, hoe zou je het volgend jaar anders kunnen doen? Ja. En tegelijkertijd ook wel de nuancering van, waarschijnlijk heb je nog, ik weet niet hoeveel jaren te gaan. En dat ene jaartje. Zo van kop op, dat komt wel goed. Ja. Je bent nog in je vroege leerling, zeggen ze dan. Ja. Dat is een van de eerste levenslessen, denk ik dan ook wel, die je krijgt. Nou, hè? Daarom, weet je. Ik bedoel van, je kan overal wel ontzettend in mineur over raken. Je schiet er toch niks mee op? Nee, je schiet er niks mee op. Het kind ook niet. En B, van weet je, dat zou ook zonde zijn. Want het is wel een leerervaring. Het is wel iets. Ik bedoel, ik ben zelf ooit een keertje met een universitaire opleiding tot sociologie gestart. Ik kwam er na een half jaar achter dat ik het helemaal niks vond. Ben toen een halfjaartje achter de kassa gaan zitten. En wist toen heel goed, ik ga weer terug naar school. Ja, want een halfjaartje achter de kassa heeft jou ogen geopend. Soms leer je gewoon heel veel in de periode dat het gewoon even niet lukt. En, relativeren. Relativeren. Maar ook wel meer waardevolle lessen dan wanneer alles altijd van een laie dakje gaat. Hè? Ik denk dat er ook wel gewoon wat te leren valt van dingen die af en toe niet zo lopen zoals je had gepland, gehoopt. En dan zijn er misschien nog wat escapes, weet je wel. Je hebt nog misschien een herexamen of je kunt nog een vak laten vallen of zo. Ja, tuurlijk. Of wat tegen elkaar wegstrepen. Nou, als je dat geluk hebt, dan moet je daar natuurlijk voor de volle 100% voor gaan. Maar die uurtjes nu, want zoals mijn dochter krijgt het pas tussen 3:30 en 3:30 te horen. Hoe ga je daar nu mee om? Lekker afleiding zoeken. Als ouder moet je ook inderdaad in die stress meegaan. Ja, gewoon afleiding zoeken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk. Ga erop uit. Ga wat doen. Ga wat leuks doen. En misschien als je wel zoiets hebt van, het zou wel eens een slechte cijfer kunnen, of tenminste, het zou wel eens een slechte uitslag kunnen zijn, dat je daar van tevoren wel over praat. Van, wat nou als we gebeld worden dat het niet gelukt is? Wat dan? Een beetje op. De N-termen die zijn vanochtend bekendgemaakt. Dus alle scholen zijn nu aan het rekenen. Dat is de tijd dus die ze nu nodig hebben. Ja, want wij waren van, waarom bellen ze niet gelijk 's ochtends vroeg? Hè? Dan weet je ook waar je aan toe bent. Maar dat gaat dus niet, omdat ze nog moeten rekenen. Ja, en er moeten nog wat vergaderingen zijn over, van, gaan we die de kans bieden, ja of nee? Weet je wel, kan dat? Ja, van die twijfelgevallen en zo. Dat soort dingen. Dus dat heeft nu allemaal nodig. Goed.
Laten we maar hopen op het beste. Ja, duimen voor iedereen. Iets koninklijks gaan we doen. Althans, koninklijks, het heeft iets te maken met het Koningshuis. Prinses Laurentien is eraan verbonden. Het is namelijk de Missing Chapter Foundation. Ja. Ja, ik heb hem gemist. Nou, ik dacht eerst ook van, goh, hè, dat is dan prinses misschien een leuk speeltje om iets te doen in de vrije tijd. Maar dat is echt niet juist van mij. Want ik was afgelopen vrijdag op het congres van de PO-raad. Dat is de branchevereniging van het primair onderwijs. Ja. En daar was prinses Laurentien uitgenodigd met haar Missing Chapter Foundation. Ja. En dat gaat over kindemancipatie. Dus hoe kunnen we kinderen betrekken bij beleidsvorming. Ja. En daar had zij een aantal kinderen van een basisschool had zij op het podium gevraagd. En daar ging zij een dialoogsessie houden, zoals ze dat dan noemt. En wat betekent een dialoogsessie? Nou, dat ze echt gewoon zonder voorbereiding met kinderen in gesprek ging op het podium over thema's die dus voor de PO-raad relevant waren. Bijvoorbeeld over hoe zorg je nou dat ieder kind gezien wordt? Wat is belangrijk in het onderwijs? Wanneer is iets goed onderwijs? Nou, daarover ging zij praten. Is dat zo bijzonder dat het onvoorbereid is? Want je praat toch juist met kinderen, die zijn heel onbevangen. En het is juist alleen maar leuker om dat onvoorbereid te doen. Ja. Ik denk dat ze die politiek correcte antwoorden een beetje willen vermijden. Ja, dat precies, zou heel goed kunnen. Want dan, ja, maar dat is nogal wat. Hè. Dus dat je dus als prinses, dus wel als iemand die, nou ja, je hebt wat te verliezen, zeg maar. Hè, ja. Door op zo'n podium te gaan staan. Om dan, zeg maar, echt zonder enige voorbereiding met kinderen de dialoog aan te gaan over thema's die dus de mensen in de zaal iets aangaat. Mm-hmm. Maar ik was wel wat sceptisch. Zo van, nou, hè, wat weet zo iemand nou uit die hogere kringen van wat er speelt. Zij heeft zelf ook kinderen. Nee, maar zij zit daar wel heel erg in, hè, die kinderparticipatie ook. Ja, en dat viel mij dus zo 100% mee. En sterker nog, ik werd echt gewoon geraakt door wat er gebeurde op het podium. De manier waarop zij open met de kinderen in gesprek ging. De vragen die ze stelden. Maar ook de verrassende antwoorden waar de kinderen mee kwamen. Ja. Zij is verantwoordelijk voor al die kinderraden, hè, die er nu binnen bedrijven precies. zijn. Precies. Ja, zij heeft echt dat missing chapter serieus genomen door kindemancipatie gewoon echt op de agenda te zetten. En niet alleen erover te praten, maar het ook daadwerkelijk te doen. Dus zij probeert raden in te richten die echt samen met beslissers in bedrijven, in overheden gaan praten over, nou ja, wij willen een nieuwe kant op met ons bedrijf. En dan zeggen ze niet dus dat kinderen dan de verantwoordelijkheid daarvoor krijgen, maar wel dat ze een gelijkwaardige stem hebben. Maar is dit echt haar initiatief geweest om dit op deze manier wel. Kijk, er wordt al heel nee, maar ik bedoel, heel die Missing Chapter organisatie. Ja, of is zij gewoon gevraagd van, wil je het gezicht zijn van? Nee, wat ik heb begrepen, ik heb een stukje gelezen, is dat zij op een gegeven moment een documentaire zat te kijken en dat Rusland een deel in de zee claimde door er een vlag op te zetten. En door ook dat gebied te claimen, zo van, nou, dat kunnen we misschien in de toekomst gebruiken voor het winnen van olie, et cetera. Mm-hmm. En dat zij toen echt bij zichzelf dacht van, ja, maar wat vinden kinderen hier nu van? Want dat is ook hun wereld. En die kijken daar misschien wel heel erg anders naar. Ja. En op die manier had zij zoiets van, ja, we zitten dus als volwassenen eigenlijk alles te bestieren. Ja. We beslissen over de kinderen, zonder met de kinderen te beslissen. Precies. Dus zij zegt eigenlijk, dat is een beetje de slogan van kindemancipatie, nothing about us without us. Dus niks over ons beslissen zonder dat wij daarbij betrokken zijn of in gekend worden. Ja. En daarbij zegt ze wel van, ja, volwassenen zijn anders, kinderen zijn anders, maar daarin zijn ze gelijk. Dus dat ze allebei een andere perceptie hebben. Ja. En laten we ze nou eens een keer serieus nemen. Want heel veel partijen hebben het over kinderen. En ikzelf inclusief, hoor. Ik had ook zoiets van, terwijl ik daar zat, van, in hoeverre pas ik nou eigenlijk dit toe? Hè? Dit beginsel van, ik roep ook van alles en nog wat over kinderen de hele dag door. Het is bijna mijn werk. Maar in hoeverre praat ik nou echt met kinderen over de thema's die hen raken? En wat zij er eigenlijk in van vinden? In de praktijk dus heel weinig, denk ik. Ja, toch? Het was echt een inspiratiebron voor mij. Ja. Dat ik echt dacht van, nou, ik neem dit ter harte en ik ga kijken hoe ik er verder mee kan. Ja. En een van die dingen bijvoorbeeld wat heel logisch lijkt voor ons en waarvan wij denken van, nou, dat is nobel, dat is goed. Weet je wel, je geeft gezinnen die het niet zo breed hebben, geef je een kortingspas en dan kunnen zij ook naar het zwembad toe. Ja. Maar dat is dus eigenlijk weer fout, want je brandmerkt ze dan. Want zij moeten met hun kortingspasje moeten ze aangeven van, ik heb niet zoveel te besteden en ik heb met dit kortingspasje kan ik dan wel naar binnen toe. Ja, precies. Dat is dus een van de adviezen die van de kinderen kwam in hun advies aan gemeenten. Er zijn een viertal gemeenten die hebben een kinderraad specifiek op armoedebeleid gericht. Ja. En dan zie je dat zij echt een heel ander idee hebben over hoe je daarmee om zou kunnen gaan dan dat beleidsmakers op het gemeentehuis hebben. Hè. Ja, dus want zo'n kindje zegt van, ja, maar als ik dat pasje laat zien, dan zien ze dan al dat ik van een bepaald gezin ben, weet je wel, dat precies. Ik anders ben. Ja. En als er één ding is wat kinderen niet willen, is dat ze anders zijn dan de anderen. Ja, dat is helemaal correct. En dat is dus een van de dingen die je
eruit kan halen. Ja. Wat ik ook wel mooi vond aan de prinses is dat ze daarna echt super pittig met die zaal omging. Oh. Ja, dat vond ik echt... Confronterend gewoon. Ja, heel confronterend. Dus ja. Je moet je voorstellen, er zat dus een hele zaal vol met allemaal mensen die schoolbesturen leiden. Dus die allemaal scholen onder zich hebben. En toen vroeg zij aan de zaal van, hebben jullie nu iets nieuws gehoord van de kinderen? En toen zeiden die schoolbestuurders, nou nee, dit wisten we eigenlijk wel. En toen zei ze van, dat kan niet, dat bestaat niet, weet je wel. Van, hebben jullie nou wel echt zitten luisteren? En ze was echt pittig en ze nam echt geen genoegen met van, nou dat wisten we allemaal wel. Er was één kindje die zei van, ja ik vind het belangrijk dat iedereen gezien wordt. Ook het kind dat om de hoek staat. En toen zei de prinses van, ik geloof niet dat iemand ooit hier in deze zaal die zin al heeft gehoord. Dus hoezo? Hoe bedoel je? Dit wisten wij wel. Dus dat was echt... dat is me gewoon bijgebleven. En wat dat er gaat, ik was echt... prinses Laurentien heeft er een fan bij. Ja, nou ja, en het woord prinses helpt dan wel natuurlijk ook. Want die directeuren denken, Ik vind het goed. Ja. Ik heb haar een keertje mogen ontmoeten ook. Ze heeft echt een enorm warme persoonlijkheid. Ja. En iemand die het echt serieus ook meent. Ik bedoel, je hebt altijd wel eens van mensen die vanuit hun functie een bepaald iets doen. Maar wat zij doet met kinderen en zo, ook voor kinderen, dat meent ze uit de diepste grond van haar hart. Dat vind ik heel goed van haar. Dat zei degene ook die de dagvoorzitter was. Die zei van, mensen beginnen te luisteren naar u omdat u de prinses bent, maar ze blijven luisteren om wat u te vertellen heeft. En ik, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Prachtig. Dankjewel.